De laatste dag van het Internationaal Filmfestival in Breda. Tijd om aan de bezoekers te vragen wat ze ervan vonden en naar welke films ze allemaal zijn geweest. Naar welke film ben je geweest? Meerdere. The Good, The Bad and The Ugly, The International en zojuist naar, wat heb ik weer? The Sunshine Cleaning. En wat vond je ervan? Wat vond je de beste? Dat moet dan wel de klassieker zijn. The Good, The Bad and The Ugly. Dat was wel eentje waar ik me echt op verheugde en dat is zeker niet tegengevallen. Wat vind je van het festival in het algemeen? Ik heb er nog niet zo heel veel van meegekregen. Tenminste, afgezien van die drie titels dan. Maar positieve indruk. En welke films ben jij allemaal geweest? Ja, ik ben in dezelfde films geweest. We zijn samen geweest. Welke vond jij de beste? Ja, ook The Good, The Bad and The Ugly. Maar klassieker. Maar de Sunshine Cleaning was een surprise film. Was een leuke surprise, zeg maar. Vind je van het festival dat dat hier in Breda nou is? Ja, dat vind ik heel leuk. Eindelijk is een keer een filmfestival dichtbij. Echt nooit iets van een filmfestival meegemaakt. Dus het is leuk om er nou een keer wel wat van te zien, ja. Is het ook al een festival van allure of moet dan nog groeien, denk je? Het moet zeker nog groeien. Wat zou er dan nog bij moeten komen? Ja, meer sfeer. Het is nog niet echt een gevoel. Wat vind jij ervan? Heb jij ook het idee dat het nog moet groeien? Ik denk het wel. Tenminste, waarschijnlijk nog iets meer nevenactiviteiten, denk ik. Iets meer discussies, iets meer bekendheden misschien. Iets minder filmvertoningen, of tenminste iets minder gefocust op filmvertoningen. En iets meer dingen eromheen eigenlijk. Naar welke films ben je al geweest? Ik was bij het Encounters project van St. Joost. Dan was ik nog bij twee shorts films. En bij dat 35mm film. En dan nog bij The Good, The Bad and The Ugly. Dat vond ik allemaal heel goed. Ik vind ook het festival heel leuk. Zijn er nog dingen die ontbreken op het festival of voldoet het helemaal aan je verwachtingen? Soms waren er nog een paar problemen met de techniek, heb ik begrepen. Maar voor de rest vond ik het echt goed. Goed georganiseerd ook. Naar welke film gaat u? Brothers Bloom. En waarom heeft u daarvoor gekozen? Omdat het een aangekochte film is en wij meeste aangekochte films gaan zien. En ik heb gewoon een programmaatje gemaakt en dan proberen we zoveel mogelijk te zien. En soms zitten er mooie dingen bij en soms minder. Dus u heeft al meer gezien op dit festival? Ja, dit wordt de 9e. Dus u bent een echte fan? Echte fan. Wat vindt u ervan dat Breda dit evenement nu heeft? Nou, het moet nog groeien, daarvoor opgesteld. Maar ik denk dat het wel eens kans van slagen heeft hier, ja. Naar welke film gaan jullie? Elfenland. Zijn jullie al naar meer films geweest? Ja. Welke? We zijn bij de première geweest. Ik ben bij Typographic geweest. We zijn gisteren bij Atlantis geweest. En bij nog één, maar die ben ik alweer vergeten. Wat is je favoriet? Tot nu toe. Typographic. Vond ik erg leuk, ja. Voor jou? Blooming Business. Ja, wat vonden jullie daarvan? We hebben de regisseur gesproken, dus ik ben erg benieuwd. Ja, wel indrukwekkend. Goeie film. Goed, ja. Heel duidelijk. Niet te veel poespas eromheen, maar wel heel duidelijk zijn bericht overgebracht. Het is nu het filmfestival in Breda. Zijn er dingen die jullie missen op zo'n festival of is het helemaal goed volgens jullie? Op dit moment geniet ik van iedere voorstelling die ik meepik, ja. Dit was het Internationaal Filmfestival in Breda. De eerste keer dat het hier is georganiseerd, maar zeker niet de laatste keer. Dus hopelijk zien we u volgend jaar weer terug.